Niet geparkeerd staan op het loopparcours van de Termaat. Dus de strook evenwijdig met de sporthal tussen de nadar en de bomen. Dat is het parcours van de Termaat. Dus misschien als daar je fiets geparkeerd staat, zorg ervoor dat hij dan toch nog even verzet wordt. Dankjewel. Overigens zijn we iets meer dan een kwartier na 2 uur. Dat wil zeggen dat de 5 en 10 kilometer er al ruim een kwartier hebben opzitten en dat de start van de 10 miles of iets minder dan een kwartier wordt gegeven. Start van de 10 miles die ook weer plaatsvindt, een 300 meter voorbij de sporthal. Links van de baan in het bos, ter hoogte van de blauwe boog van Decathlon. Dat is de startplaats voor de 10 miles om 2:30. Ja, maar we moeten erbij stoppen. Elke maand nog eens gepast. Ah ja. Thank you.
favoriete café. Het is een benadende helft. Oh, bijna. Ja. Nou, we hebben het zelf voor gekozen, hè, dat we mee deden. Ja, ik ga de tafel rechts.
Oh. Ik had wel nergens over. Tjonge. Ik had helemaal nergens over dit. Dit was mijn dood. Handen hier. Oh, dat is echt normaal. Oh. Ja, de derde keer. Misschien wel de tiende keer. Ja. Ja, nog een kilometer, hè. Thank you.
Jij bent ook overal. En jij bent overal. Hoe is het, kerel? Ja, goed. Lekker gelopen? Ja, nou, een beetje warm. Ja, warm, hè? Ja. Daarom heb ik de 5 gedaan. Maar het is een mooie route. Ja, ik had jou straks al gezien. Oké. Okay. Bij de inschrijving, maar ik denk, ja... Oh, maar ik heb jou niet gezien, denk. Nee, maar je was allemaal foto's aan het maken. Oh, zo. Dus ik denk, ik zie hem dadelijk wel. Ja. Wat valt jou weg? Ja, oké. Okay. Toen was je met de 5 mee, denk ik. Ja, ja, ja. Ik heb de 5. Die 5 staat om 2 uur. En jullie half uur later? Half 3, ja. Ja, half 3. Ja. Dus, was warm, man. Ja. Oeh. Wat gaat die formuliertjes? Die had ik nog laten liggen, volgens mij. Nee, die mag blijven. Die mogen blijven. Ik laat hem hoeveel achter je weet, maar nooit. Hé, hey, ja. Even samen. Ja, even samen snel. Ja, leuk dat je toch tegenkwam. Ja, ja. Ja, zoveel Nederlander hier. Ik heb Oorschot. De groep van het Oorschot, hoe noemen ze dat? Die groep van loopgroep Oorschot. Ja, er zijn ja. heel veel hier. Ja, ja. Ja, ik weet wel, ik heb dan zo'n lijst, maar op mijn lijst de hoop pas 4 augustus een loop gedaan. En ja, in België zijn er nog genoeg. Ja, en Nederland is bijna niks. En morgen wil ik ergens heen, maar dat is bijna niks. Nee, ik zou het ook niet weten. Nee, morgen is bijna niks te doen in Nederland. Allemaal vakantie. Allemaal vakantie, ja. Maar daarom doe ik ook niks. Pak een dagje rust, mijn huis opruimen, troep opruimen en... lekker relaxed. Dat zijn wel de mooiste dagen, hè, zaterdags. Dan kan er zondags een beetje bij komen en dan kan je maandag weer gaan werken. Ben je volgende week ook in zo'n mooie bosloop? Heb je die uitgelopen? Tersendelo? Ja, meestal op zaterdag of op zondag? Nee, zondag. Okay, ja, die is heel mooi in Tersendelo, de bosvrienden. Ja, en hoe was dat? Ook volgende week. Ook zo 's middags. Ja, nee, s morgens. Volgens mij de 4 staat ons morgens. En de 13. Het is ook bos, net als hier ongeveer. Maar dit is wel heel mooi. Dit is heel mooi. Dat moet wel zijn. Dit is de tweede keer dat ze hier staat. Want 2 jaar terug, toen was ik ook. Ja. Maar toen was ze op een andere locatie. Ja. Ze verhuizen zoveel, dit is de 3e keer al. Elke keer een andere locatie. Maar het is leuk. Heb je dingen niet gepakt, man? Je ijsje. Ja. Ja, moet je ijsje te halen, man. De ijsje kan me gestolen worden. Ja. Ben je bang dat je dikker gaat worden van hem? Nee, ik word echt niet dikker. Hé, maar we zien elkaar. Leuk dat je weer te zien, man. Oké. Okay. Oh, ja, die Oké, ciao. Ciao.